Vanmorgen stapte oud-eerste elftalspeler en tegenwoordig hoofdscouting van Vitesse Mark van Hentem in de spelersbus om enkele supporters te gaan verrassen. We rijden nu naar het trainingsveld waar een vaste groep supporters van Vitesse eigenlijk dagelijks aanwezig is om de training te bekijken. En deze mensen gaan me een verrassing brengen namens Vitesse. Het is niet namens mijn verjaardag, maar het is een hele goed top. Ja, dit is een taart die ik namens Vitesse kon brengen. Omdat jullie hier altijd zijn en altijd de training staan te bekijken. Wellicht soms kritisch, positief kritisch, dat weet ik niet. Maar altijd positief, joh. Altijd positief. En ik wil jullie graag dit namens de club aanbieden als dank daarvoor. Geweldig. En laat hem jullie smaken. Wij zagen vanmorgen de bus al langs al binnenkomen hier. Maar dit had ik nog nooit verwacht. Wij zijn hier wel elke dag. Maar dit is, ik vind dit een heel erg leuk initiatief. Hartstikke mooi. De busreis gaat vervolgens naar de Esperantolaan in Arnhem. Daar wordt Vitesse-supporter Dick Buitenhuis in het zonnetje gezet. Hij gaat al tientallen jaren met kinderen en kleinkinderen naar Vitesse. We zijn nu op weg naar Dick Buitenhuis, supporter van Vitesse. 85 jaar. En ook hem gaan wij verrassen. 26, ja, hier. Dick Buitenhuis. Hallo meneer Buitenhuis. Ja, dat ben ik. Hallo, wij zijn van de Jehovah's getuigen. Ja, getuigen. Nee, wij zijn van Vitesse. Oh, dat is wel van de club. Heeft u tijd? Maar wij moesten bij meneer Buitenhuis zijn. Nee, want meneer Buitenhuis is 85. Ja, u bent 65. Ja, dat is leuk. Ik hallo. Ja. Ja. Hey, hallo. Goedemorgen. Ga binnen. Ja? Ja, zeker. Nou, hartstikke bedankt. Dat is een verrassing, meneer Buitenhuis, of niet? Ja, dat is het zeker. En wij komen namens Vitesse, zoals u ziet. Ja. Komen we u een taart aanbieden. Omdat u een van de meest trouwe supporters bent van Vitesse. Ja, dat klopt. Ja. Komen wij thuis opzoeken om in ieder geval dit te overhandigen. En twee kaarten en een parkeerkaart voor de wedstrijd Vitesse-Chelsea van aankomende woensdag. Ik kan hem maar klaarleggen. Ja? Ligt hij al klaar? Ja, ik al. Maar misschien, want ik hoorde dat uw kleinkinderen zijn drie generaties, hè, de familie Buitenhuis. Ja, dat klopt. Dan kunt u deze aan de kinderen geven. Het zijn logekaarten. Ja. Dus wat dat betreft zit u prima, denk ik. Ja, nee, dat is prima hoor. Ik heb familie genoeg. Dat wou ik zeggen. Hoe lang bent u als sporter? Vanaf 56. Dus ja. De komende 15 jaar nog een seizoenkaart van Vitesse. Ja, nou, dan kan nog een poortje door hoor. Toch? Ja. Hartstikke leuk. Ja, ja, inderdaad, dat is zeker een verrassing. Dat is iets wat daar ik helemaal niet aan gedacht, zoiets. Hè? Nee, dat is heel leuk van Vitesse. Dat is heel geslaagd wat ze nu hebben gedaan, inderdaad. Komt-ie aan? Nou, meneer Buitenhuis, daar gaat-ie. Dat heb jij vaker gedaan, hè? En tot slot mocht meneer Buitenhuis samen met zijn kleinzoon een kijkje nemen in de spelersbus. Onlangs speelde Vitesse een oefenwedstrijd in en tegen Osnabrück. Op de tribune zaten twee grote Vitesse-supporters die al jaren in Osnabrück wonen. Voor hun was het dus eigenlijk een thuiswedstrijd. Ik ben eigenlijk al mijn hele leven Vitesse-fan. Wij zijn 2007 hier naar Duitsland vertrokken en gewoon nog steeds, iedere wedstrijd bijna, gewoon nog steeds bij Vitesse. En nu vandaag in Osnabrück, daar waar wij nu wonen. Jullie wonen in Osnabrück en reizen elke wedstrijd voor Vitesse thuis naar Gelredome toe? Ja, dat klopt. Bijna elke wedstrijd, als het lukt dan. Hoe lang zijn jullie onderweg als jullie naar Gelredome gaan vanaf hier? Dat zijn 209 kilometer ongeveer. Twee uurtjes rijden, tussendoor even een stop maken en dan gaat het weer verder. Hebben jullie ook een seizoenkaart hier bij deze club? Of is het echt alleen Vitesse of gaan jullie ook af en toe hier kijken? Ja, af en toe gaan we hier ook wel wedstrijd kijken, maar meer Vitesse. Ook Sven en Wouter Bos mogen woensdag de wedstrijd tegen Chelsea in de loge komen bekijken.